meeste fouten zijn die je kan maken en hoe je dat kan verhelpen. Dus eigenlijk een beetje de basis en ja, en verder iets. Hoe belt je naar? Nou ja, wat is de deadlift? Als iedereen weet, je tilt gewoon het gewicht op van de grond, voordat je gerekt staat. Schouders naar achter, heupen gestrekt, knieën gestrekt. Nou, wat train je? Met de gewoon conventionele deadlift, smalle stand, train je vooral het strekken van je heup. Dus je hamstrings, bilspieren en je onderrug. Je belast ook je bovenbenen, bovenrug, core, onderarmen. Dat is allemaal ja, iets minder. Nou, welke vorm heb je? Dit is het meeste wat je zal zien in een sportschool. Conventionele deadlift, wat je linksbovenin ziet. Dat is eigenlijk wat je het meeste ziet. Dat is ook het mooiste eigenlijk. Hier is er de sumo deadlift. Meer voor de heupen. De rekpull en de Romanian deadlift. Nou, hoe grip je het altijd? Er zijn heel veel mensen die daar problemen mee hebben. Ja, je begint, het makkelijkste is dubbel overhand, je pakt een beet en je tilt hem op. Maar op een gegeven moment zul je merken dat het dan te zwak is. Dus de meesten die proberen dan niks grip. Maar ja, het voelt een beetje raar altijd. Dus dan kan je nog goed grip proberen. Dat is sowieso het bovenste plaatje ziet, dan doe je duim eromheen. En dan dit. Ja, ik weet niet of iemand het vaak heeft geprobeerd hier. Yes. Goed grip. Ja. Als je het zwaar doet, dan zou je merken dat het voelt alsof iemand die duim eraf trekt of een arm erop slaat. Waarom zou dat beter zijn? Ja, je kan van me aannemen na een paar maanden, ben je eraan, voel je helemaal niks meer in die duim. Maar ja, het fijne eraan is, een misgrip, die belast vooral je trapezius, die belast je niet gelijk. Ja. Want je staat een beetje scheef. Je ene schouder staat ook iets meer naar voren. En zo sta je toch recht. Waardoor je eigenlijk gewoon ja, wat symmetrisch trekt. En je verliest nooit je grip in principe. Als de halte niet glad is. Dus dan heb je ook geen magnesium meer nodig in principe. Of wel? Ja, in principe wel, maar wel minder. Dus en, dat magnesium dat je gebruikt, dat smeer je ook in principe anders. Want je hebt je duim die heb je eromheen. Maar je pakt je duim beter, niet de halte. Dus als je magnesium gebruikt bij een hoekgrip, dan smeer je het op je duim. En op je nagel. Dat tegen de pijn. Dus je pakt hem zo. Mixed grip heb ik net laten zien. In principe is dat het makkelijkst. Want het enige wat het tegenhoudt is de rollen van de halter. Want als je hem zo pakt, op een gegeven moment wil die halter uit je hand rollen. Als je dit doet, houdt hij de rollen tegen. Dan heb je nog straps en magnesium. Dus je kan gebruiken om je grip te verbeteren. Magnesium is eigenlijk vrij logisch, het hoort in elke sportschool thuis. En straps. En straps, dat vind ik iets wat je eigenlijk wel kan gebruiken, maar niet om je grip, zeg maar, je gripprobleem te, hoe noem je dat, te verplaatsen. Dat je eigenlijk gewoon je gripprobleem negeert en dat je straps kan. Zijn er nog mensen die niet weten hoe het precies werkt met die straps? Want die vraag had ik ook al een paar keer gehad. Ik weet niet precies hoe je die erom moet doen. Ik heb geen straps bij me, heeft iemand zijn? Ja, ik heb ze bij. Dan kun je ook even laten zien meteen, is ook meteen duidelijk. Zeker voor degene die hoekgrip willen proberen na een tijdje, als je zeg maar, hoekgrip gewend bent. Dan heeft het geen zin om veel herhaling te maken met hoekgrip. Dan trek je echt je duim op de kont. Pak jij een zelf hoekgrip? Soms. Ik heb wel eens tot 270 met hoekgrip gedaan, alleen dat deed zoveel pijn. Ik dacht, laat maar heel even zitten. Je strap, je hoeft er niet eens echt strak aan te trekken. Je begint gewoon onder, rijdt er maar één keer omheen. Of twee keer, drie keer. Eigenlijk is dit al genoeg. Je hebt hem zo, je pakt het ding beet. Maar je trekt het dus eerst aan. Ik doe altijd zeg maar, ik pak hem eerst vast met mijn hand en dan ga ik zeg maar door draaien. Je hoeft alleen maar die strap eromheen te doen. Eén keer zo. Nee, ik ga hem nu optillen zonder dat ik hem vast heb. Dus dat is eigenlijk dat is makkelijk aan stress. Ja, dan moet je hem ook andersom erop doen zeg maar, met je mixed grip. Want als je hem zo hebt, dan leg je hem zeg maar naar beneden. Mixed grip en straps, dat moet je vergeten. Dus dat kan niet? Nee.
Ja, dat heeft geen zin. Ja, want ik deed dat dus altijd, maar ik dacht, ik merk er een verschil van. Ja, dat heeft nul zin. Want eigenlijk, de functie van stress, wat het ook is, is dat je biceps ontlast. Want als je niks pakt, ja. Je belast toch je biceps meer. En als je hem zo pakt, ontlast je biceps. Maar als je dan alsnog mix grip met stress gaat doen, terwijl je met stress je grip nooit kan verliezen, tenzij je ze verkeerd aandraait. Nou, dat is een beetje zinloos. Foutje nummer 1. En dan nog waar je moet grip, hè, dat zie je ook vaak verkeerd. De een pakt het te smal, de ander pakt het te breed. Het is afhankelijk van ja, of je smal staat of een sumo deadlift doet. Meestal bij een smalle stand pak je net waar je benen, waar je niet te veel wrijving met je benen maakt. Als je dit gaat doen, dan trek je je armen langs je benen, dan wordt het zwaarder. Als je hem zo pakt, kom je precies naast je benen uit. En sommigen, dat zie je ook weer veel, die pakken hem dan zo, die denken lekker makkelijk, til hem zo op. Maak je en je beweging langer en het voelt gewoon zwaar. Als bijoefening kan je het wel doen, bij het grip deadlift. Bouw je hele goede middenrug mee, maar het is geen hoofdoefening. En dan bij de sumo deadlift. Dus eigenlijk al zien, ik kon geen goed plaatje vinden, dus ik dacht, ik maak maar een plaatje voor mezelf. Dan pakte ik hem, ik pak mezelf. Als ik zo sta, pak ik hem hier zo. Waarom hier? Op dit punt heb je goed grip, omdat hier heb je geen grip. En ik trek hem toch niet te veel tegen mijn benen aan. Als ik hem hier pak, en mijn armen die hangen naar binnen. En je trekt hem, je hebt hier geen steun. Je zit tussen je benen. Nou zeg maar gewoon, je armen recht naar beneden. Ja, mijn armen die zitten gewoon recht naar beneden. Eigenlijk hoef je niet eens te kijken waar je pakt. Je zakt naar beneden. Je armen recht. En dan heb ik hem hier zo. En dan kun je trekken. Dus tussen die ringen en zeg maar dat kladderstuk in. Ja, je moet even aanvoelen waar je armen wel precies recht hangen. Sommigen die problemen hebben met de lockout bij een super deadlift, die pakken hem nog iets breder. En waarom? Want zo eigenlijk dat zul je zien. Als ik hem zo optil en ik ben bovenin, dan zit ik bijna niet tegen mijn benen aan. Want als je net met je armen tegen je benen schuurt, dan kan je je voorstellen dat het net wat zwaarder is. En je trekt even je benen open. Dat is ook niet echt heel lekker. Ja, techniek voor de conventionele deadlift. Nou, ik neem aan dat jullie allemaal wel eens hebben gedeadlift of vaak deadlift of problemen hebben gehad met techniek of geen problemen. Maar de voetenplaatsing. Wat ik heel vaak zie in de sportschool is dat mensen vanaf begin is dat ze te breed gaan staan. Wat krijg je als je te breed gaat staan? Dan krijg je rug en je heupen die hebben geen ruimte om recht te worden. Dan moet je hem en breder gaan pakken. Dus eigenlijk altijd proberen wat smaller te gaan staan. Dan kun je je benen meer gebruiken en je kan je rug recht houden. Je borst meer omhoog. De stand van je hoofd en waar je heen kijkt. Vaak wordt gezegd om rechtop te blijven als je een volle rug krijgt. Kijk omhoog. Ja, dat is eigenlijk het stomste advies wat je iemand kan geven. Als je omhoog kijkt, dan verkort je je rugspieren en dan ben je gewoon niet meer in een sterkere positie. Als je naar beneden kijkt of gewoon voor je en je hoofd neutraal houdt, ja, dan kan je meer je heupen gebruiken en kan je meer je techniek gewoon houden. En je bent sterker. Je heupen. Dat is ook iets, dat kan het beetje zo laten zien. Als je je deadlift begint, Je kan of je heupen heel laag houden. Maar als je dit gaat doen, dit is gewoon een positie waar je niet kan tillen. Zoals mensen soms zeggen, je moet het gewicht omhoog schatten, dat kan niet. Je kan je benen gebruiken, maar zoveel kan niet. Je moet je heupen net op die plek hebben, dat je het meeste spanning kan zetten. En met je schouders net boven of over de stang hangt. Dus in mijn geval is het hier ergens. Voor sommigen zal het hier zijn. Voor sommigen zal het iets dieper zijn. Ligt er net aan wat je stijl is en waar je sterk bent. Je onderrug. Je onderrug is eigenlijk het belangrijkste van de hele deadlift. Die moet je gewoon altijd recht houden. Niet hol, niet bol, gewoon neutraal recht. Waarom niet hol? Wat wel eens vaak geleerd wordt. Hol ben je niet sterk genoeg, want je heupen die gaan te ver van het hoofd weg. Dat kan je zo zien. Als ik dit doe, mijn rug is nu neutraal.
zijn mijn heupen die zijn vrij dicht bij de halte. Ja, ik kan mijn rug niet eens even pollen en rollen. Maar als ik hem zo gehold heb, dan is mijn kont veel hoger. En dan ben je zeg maar, verder weg van de halte en ben je minder sterk. Je bovenrug. Bovenrug is iets wat vaak bij de meesten als eerste zwakte gaat hollen op een gegeven moment. Wat doe je daartegen? Daar doe je niet veel tegen. Behalve sterker worden. Maar is het erg dat die bolt? Bollen is op zich niet erg. Als je maar je onderrug erbij recht houdt en als je maar niet naar voren valt. Dus wat veel mensen verstaan onder bollen, dat is dat ze op een gegeven moment zo gaan tillen. Dat is wel fout. Maar als je op een gegeven moment, als je je rug bol houdt, je bovenrug, zeg maar zo hangt, dan kunnen sommigen die kunnen daar in een betere hefboompositie komen. Maar het beste is om het niet zo aan te leren, maar het kan alleen als je op een gegeven moment merkt dat je zo echt veel beter tilt. Het lostrekken, de lift-off. De lift-off is eigenlijk het belangrijkste van de hele deadlift. Als je lift-off fout is, gaat je workout het ook fout, tenzij je echt een bizar sterke onderrug hebt, maar dat hebben de meesten niet. Je lift-off, het is belangrijk dat je die niet van de grond rukt. Dus dat je niet dit gaat doen. Deadlift moet je altijd rustig meenemen en daarna uitstrekken. Dus echt langs je benen rustig meenemen en uitstrekken. In het begin kan je dat waarschijnlijk niet met veel snelheid, maar dat leer je vanzelf. Dus waar het op neerkomt, is je zet spanning het maximaal. Je houdt je borst omhoog, laat je armen hangen, je neemt hem rustig mee en daarna strek je uit. Wat je net ook al zag bij het uitstrekken, als je eenmaal boven je knie bent, zo hard mogelijk de heupen erin gooien. Je heupen erin gooien, gaan ook automatisch je schouders naar achteren. Dus dit hoef je ook niet te doen, je hoeft niet dit te doen. Gewoon vanaf hier je heupen erin gooien en je schouders laten hangen. Dan is de beweging gewoon klaar. Heeft iemand nog vragen over de gewone deadlift? Of eigen techniekproblemen? Probeer jezelf net te zien als een soort schommel, dat je dus naar achteren trekt, of trek je echt maar. Ja, echt. Ja, dat inderdaad waar. Je trekt hem echt naar achteren. Zou ik ook het verschil gelijk laten zien. Als je hem omhoog trekt, dan krijg je dit. En op een gegeven moment dan wordt het lastig uitstrekken. Ja, dit is licht gewicht. Als je hier bent en je trekt hem, probeert hem recht omhoog te trekken, dan krijg je hem ook naar uitgestrekt met een zwaar gewicht. Als je hem echt naar achter trekt en je houdt je rug vast, dan krijg je hem, kun je hem altijd uitstrekken. Dus je hebt eigenlijk gewoon een halve neuk beweging, zeg maar, dat je gewoon naar voren gaat. Ja, dat is die hiptrust. Vanaf boven je knie gooi je echt je kont erin. Maar dat is eigenlijk bij alle oefeningen waar je heup bij strekt. Dus ook bij een squat, bovenin. Je strekt daar ook je heup. Sumo deadlift. Doet hier iemand wel eens de sumo deadlift? Ja. Ja? Nou, wat je waarschijnlijk zal merken, is dat bij een sumo deadlift het moeilijker is om hem los te trekken dan bij een gewone deadlift. Tot lichte gewichten voelt het heel makkelijk. Ik denk, ik kan wel evenveel deadlift als smal. Maar meestal, als je eenmaal bij je max komt, voelt het ineens bizar zwaar. Maar waarom is het dan zo dat sommige mensen die kunnen toch juist zwaarder sumo trekken dan normaal? Ja, dat klopt. Sommigen die hebben daar een betere, zeg maar betere hefboom. Leverages. Als je op een gegeven moment small merkt dat je gewoon niet goed uitkomt beneden, dat je niet goed de positie kan hebben en niet goed je kracht kan zetten. En je probeert sumo, sommigen die hebben dat ze korte armen hebben of korte benen, waardoor ze een kortere beweging hebben en daar een betere kracht kunnen zetten onderin. Maar over het algemeen zijn er meer mensen die zonder bak of wat dan ook, dat ze small meer trekken dan sumo. En als je dan lang bent, zou sumo dan ook juist beter zijn? Ja, dat maakt niet uit, dat ligt eraan. Dat ligt echt aan je lichaamsverhoudingen. Bijvoorbeeld ikzelf, ben ik veel zwakker dan small zonder pak. En op een wedstrijd met een pak is het heel sumo, omdat ik gewoon meer uit het pak hou. Maar mijn verhoudingen zijn gewoon niet zo dat ik sumo beter ben. Het is vooral met mensen met korte benen en een lang bovenlichaam. De voetenplaatsing bij sumo.
Toevallig op het plaatje, dat is een vrouwtje van 63 kilo. Die deadlift uit 245. En je ziet aan haar voeten dat ze echt, ze staat bijna tegen, ze staat zelfs voorbij de schijven. Vraag me niet hoe ze dat flikt, maar tegen de schijven dat kan je wel doen. Zodat je net zo staat. En dat is eigenlijk de maximale breedte. Voor velen zal het heel oncomfortabel voelen. Want je heupen die worden heel erg opgerekt. Vooral als je wat kleiner bent, dan is het echt een vrij wijde stand. Maar die voetenplaatsing. Je kan je voet schuin naar buiten zetten. Je kan hem ook wat meer naar voren zetten. Over het algemeen, als je hem schuin naar buiten zet, dus echt extreem naar buiten, kan je rechterop blijven om bij je halte te komen en toch je schouders boven over de halte te hebben. Waardoor het lostrekken makkelijker is. Als je ze meer naar voren hebt, dan blijven je heupen hoger en dan moet je meer naar achter trekken. Dus dan gebruik je eigenlijk meer je rug. Dus degenen die echt in hun benen heel sterk zijn, die staan vaak met hun voeten meer naar buiten. Of die juist problemen hebben met lostrekken, die proberen dat ook vaak mee. Je hoofd. Veel mensen die doen bij sumo, kijken ze wel omhoog. En bij small heeft dat echt geen zin. Maar bij sumo zijn er wel veel waar het echt bij helpt om rechtop te blijven. Nou, waarom doen ze dat? Eigenlijk is een sumo deadlift bijna hetzelfde als een bullsquat. Je zit en je staat op. Dus als je zo doet en je tilt hem gewoon op, dan lijkt het niet echt op een bullsquat. Maar die mensen die naar boven kijken, die proberen zo recht mogelijk te blijven. Dit is te licht. Probeer daardoor zo recht mogelijk te blijven en dan zit je helemaal rechtop. En dan til je mij, eigenlijk til ik hem nu gewoon recht omhoog. Dat is eigenlijk hetgene wat je kan doen met je hoofd. Dus als je naar boven kijkt, of je hoofd omhoog houdt, is vaak iets om hem gewoon recht omhoog te kunnen tillen. En die kijkrichting die heeft daar dan ook mee te maken. Of omhoog kijken zodat je niet naar voren valt. Of dat echt essentieel is, dat niet. Je kan ook naar beneden kijken en nog recht omhoog tillen. Maar het kan een klein hulpmiddel zijn bij een sumo deadlift. Positie van je heupen bij een sumo. Veel proberen. Zoals ik net zei, sumo is een boxsquat. Maar dat hoeft niet. Je hoeft het gewicht niet omhoog te squatten. Sommigen die kunnen dat gewoon niet. Ik kan het ook niet. Dat heeft ook weer met je lichaamsverhoudingen te maken. Dus bijvoorbeeld sommigen die denken dat het fout is als je sumo deadlift met je heupen bijvoorbeeld hier ergens begint. Maar als het voor jou werkt, als het goed voelt, dan moet je dat gewoon doen. En je schouders. Je schouders moet je, zoals ik net zei, altijd net boven of over de halter houden. Waarbij de rest van je lichaam achter de halter is. Je moet zoveel mogelijk massa achter de halter houden, zodat je die ideale hefboom hebt. Terwijl je wel je schouders erboven houdt, anders krijg je het nooit van zijn leven los. En het lostrekken. Op een gegeven moment bij zware gewichten zal je merken dat het lostrekken erg zwaar is. De enige tip die je daarbij kan geven is geduld hebben. Gewoon blijven trekken, dan komt hij wel los meestal. Tenzij het pijn gaat doen, dan moet je stoppen. En rond de kniehoogte. Als je bij de sumo rond de kniehoogte bent, Dan ben je er eigenlijk praktisch al. Als je hier bent en je hangt zo, dan is bij een conventionele deadlift, bij de knie falen de meeste mensen op de boven. Maar bij een sumo, als je helemaal hier zit, hoef je alleen maar dit te doen en je bent erin. Dus je trekt je knieën naar achteren en je bent erin. Dus dat is ook gelijk het uitstrekken. Je knieën eigenlijk naar achter zet en je schouders naar achter houdt. Een zwaar gewicht als je zo hangt en je zet alleen je knieën naar achter en je vergeet je schouders ook mee naar achter te bewegen en dan val je naar voren. Dus daar moet je dan ook weer op letten. Dat je schouders en je knieën gelijk naar achter zet. Heeft er nog iemand vragen over de sumo deadlift? Nee. Train je nou echt andere spieren ermee dan met sumo dan met de normale? Ja, doordat je zo wijd staat, train vooral die spieren hier zo aan de binnenkant van je benen.
en je heupspieren. De belasting op je, vooral op de, ja, de gluteus minimus is hoog en op je bilspieren ook. Denk je gluteus dat er dan ook carry-over kan hebben naar je squat, zeg maar? Ja, zeker. Vooral naar de squat en naar de deadlift, naar de smalle deadlift ook. Je merkt dat je heupen sterker worden en dat je daardoor meer gewicht aankomt op die andere oefeningen. Maar dan kan je misschien ook stabieler blijven staan dan met squatten, of niet dan? Ja, het staat niet echt, maar je zal meer power onderin krijgen, omdat je daar echt je heupen erin gooit. Dus bij het zakken en dan net die afzet onderin krijgen. Dus dat is eigenlijk ook iets. Sumo deadlift helpt de andere lifts meer dan de smalle deadlift. Van de smalle deadlift ga je niet meer sumo deadliften, ja, dan een beetje om je rug gewoon sterk te houden. Maar andersom meer. Dus als je bijvoorbeeld moeite hebt met je conventionele deadlift en je gaat even niet vooruit, kun je best gewoon een paar maanden alleen maar sumo deadlift doen. Waarschijnlijk ga je smalle deadlift dan ook vooruit. Nog meer vragen? Ja, als je zo breed staat, je staat bijna met je tenen tegen die schijven. Heb je dan blind vertrouwen als je neerzet, of doe je dan je tenen iets naar binnen klappen als je neerzet? Het ligt eraan of ik hoeveel herhalingen ik trek. Bij een max, dus bijvoorbeeld op een wedstrijd of op een training, als ik enkeltjes trek, dat zou je bij iedereen zien die zo wijd staat. Als je hem eenmaal naar beneden gaat, doe je gelijk dit. Ja. Dus dat je gewoon wegspringt, terwijl je hem vasthoudt. Maar ja, hier in de sportschool is dat niet echt slim, denk ik. Dus dan moet je eigenlijk of rustig zakken of alleen je tenen naar binnen draaien. Of gewoon iets smaller gaan staan. Wat je ook nog kan doen, is eerst een kleinere schijf ertussen doen en daarna pas de grote, maar dat zou ik niet aanraden. Volgens mij is dat minder goed voor de halte. Nog meer vragen? Heb je een probleem gehad met de sumo deadlift? Ja, ik heb hem nog nooit gedaan. Ik kan het wel aanraden om hem echt te doen. Zelfs al doe je bijvoorbeeld stiff leg deadlift om gewoon sumo stiff leg te doen, je vakt je heupen veel meer. En je hebt ook minder kans dat je rug mee... Ja, dat je met je rug gaat cheaten op zo'n oefening. Want ik denk dat we straks even dat iedereen het gewoon kan proberen, niet? Ja, wie wil het proberen, die kan straks even proberen. Zou je dan adviseren om af te wisselen? Dus op het moment de corona staat. Ja, je kan, ja, het ligt aan hoe je schema is. Maar in principe kan je ze allebei in één week doen. Ja, je kan sowieso ook meerdere keer een small deadlift in een week. Maar dat ligt puur aan je schema en je intensiteit van de oefeningen. Als je bijvoorbeeld, laten we zeggen een bodybuilding split uit, en je hebt een benen- en een rugdag, dan zou je prima een professionele deadlift op een rugdag kunnen doen en een sumo deadlift op een benendag. Dus ja, je pakt toch vooral niet echt je benen, maar vooral je heupregio. Pak je meer en minder lasten op je bovenrug en onderrug. Hebben we nog wat? De Romanian en de stiff leg deadlift. Ja, er zijn veel mensen die deze doen, vooral op hun benen of als bijoefening. Het verschil ertussen, bij een Romanian ga je echt met je heupen naar achteren. Dus dat jij, ja, je staat zo, je doet alleen dit. Nou, mijn tenen komen al los, maar dat je komt naar achter uit, het zal een lichter, hoek in mijn knieën komen. En dat je ook uit je heupen je loopt. Echt totdat je rug niet meer recht kan houden. Wat je niet moet doen, is dat je zo naar voren gaat met je knieën. Dan maak je meer een conventionele deadlift en dan ga je het doel van de oefening voorbij. Nou, je rug echt recht houden, zoveel mogelijk gearch. En je borst omhoog houden, wat je altijd moet doen. Maar heeft het dan nog nut dan hier met blik, zeg maar, om te kijken, om naar boven te kijken dan? Of juist niet? Nee, niet echt. Meestal ga je bij een Romanian deadlift ook niet zo zwaar, dat je echt problemen zal hebben om je techniek te houden. Maar dit is dan meer eigenlijk geschikt, zeg maar, voor wat meer massaschema of zo, als je wat meer op herhalingen wilt trainen. Ja, dit is een oefening die je, ja, meer op herhalingen doet. Max erop bij risico's in. Want je moet hem eerst naar boven en dan moet je weer naar beneden. Ja. Dus echt heel zware gewichten heeft niet echt veel zin. Maar gewoon op herhalingen. Ja, dan de stiff leg deadlift. Dat is eentje die je veel ziet. En die je ook veel ziet. Mensen die echt meer een hernia aan het trainen zijn dan hun rug. Want de stiff leg deadlift is echt een oefening als je doet zoals die bedoeld is. Het is een oefening die je echt niet zwaar moet doen. Zoals voorbeeld geven, ik deadlift tegen de 300 kilo. Maar stiff leg deadlift doe ik echt niet zwaarder dan van 140 kilo ongeveer. Want in principe is het gewoon een vrij gevaarlijke oefening omdat je rug bot. Je houdt je benen helemaal recht,
En je zakt zo, je kan zien dat mijn rug bolt hier. En dat is ook het doel van de oefening. Dat je je onderrug, omdat die ja, bolt, moet je hem ook weer recht trekken. En ja, daardoor belast je hem concentrisch en excentrisch. Wat je bij een gewone deadlift niet hebt als je je rug recht houdt. Want dan blijft hij gewoon dezelfde lengte. En als die verlengd wordt en daarna verkort, dan train je die onderrug wat specifieker. Wat je ook kan doen met oefeningen als Good Mornings of een hyperextension. Wat eigenlijk een beetje hetzelfde is. Alleen wat minder zwaar omdat je hier gewoon losse gewichten gebruikt. Maar zijn dat dus oefeningen dan ook geschikt zeg maar, om uiteindelijk een rechte rug te houden met deadliften? Ja, dat zeker. Omdat je je onderrug echt sterker maakt en je bovenrug. En je bovenrug zal ook een beetje meebollen. Doordat je die kracht gewoon ontwikkelt, als je veel herhalingen mee maakt en die spierkracht ontwikkelt, kun je je rug op een gegeven moment ook rechter houden bij een gewone deadlift. En je zal meer kracht krijgen in die spieren. Nog wat de rekpool. En zoals jullie misschien wel eens hebben gezien, bijvoorbeeld bij Jeroen, dat ze deadliften tegen chains of tegen bands. Een rekpool is een oefening, wat veel gebruikt wordt als een ego oefening. Zonder doel, veel gewicht tillen. En dan vaak ook van een hoogte, waar het eigenlijk echt totaal geen zin heeft. Een rekpool heeft eigenlijk wel veel zin, als je hem op een goede hoogte legt. En als je hem ja, niet forceert. Dus niet om je ego te trainen, maar om niet op PR's te halen, maar puur om je rug sterker te maken en die heupen. We gewoon herhalingen mee te maken. Nou, hoe doe je een rekpool? Dat is hier een beetje lastig uit te leggen. Maar dan is onder rek. Je begint op deze hoogte. En je moet er eigenlijk gewoon overheen hangen. En dan uitstrekken. Dat is eigenlijk het enige wat je moet doen. Je hoeft er niet aan te rukken, dan ben je te zwaar bezig. Of een gekke techniek aan te houden, of je rug helemaal te vollen of wat dan ook. Het is gewoon een oefening die je eigenlijk herhalingen moet doen. Het kan wel zwaar, omdat het kortere beweging is dan de deadlift, kan die waarschijnlijk zwaarder. Maar ik zou er niet te veel op maxen op zo'n oefening. Want je deadlift wordt daar niet beter van. De belasting van de rekpool. Dus als je hem hetzelfde pakt als je deadlift, zul je meer voelen in je bovenrug. Dat je die gewoon ja, echt rechter moet houden. En dat bovenste stuk zou je daardoor meer je bovenrug belasten. Wat is het verschil tegen iets als dat je tegen bands of kettingen trekt? Het bovenste stuk is wel allebei zwaarder dan bij je gewone deadlift, omdat je gewoon een overload hebt bovenin. Maar met bands train je de volledige beweging, of met de kettingen. Daarom is dat eigenlijk beter om je deadlift direct te verbeteren, omdat je hele beweging traint. Bij oefeningen zoals een deadlift heb je te veel variaties, maar van sommige niet de hele beweging trainen. Dus waardoor die minder effect hebben. Maar dit zijn oefeningen die wel veel effect hebben, omdat je de hele beweging mee hebt. Wat leer je nog meer van met banden of kettingen trainen? Dus dat je versnelt. Als je problemen hebt met versnellen vanaf de grond, dan kun je best tegen banden of kettingen gaan trainen. Want op een gegeven moment wordt het gewicht zwaarder en dan moet je gewoon doorheen versnellen. En dat zou je ook helpen met de gewone deadlift. Vooral als je onderin en bovenin zwak bent, heeft het allebei voordelen om kun je je snelheid werk te doen. Zijn ze vergelijkbaar? Ja en nee. Dat allebei het bovenste deel is het zwaarder. Alleen de rekpool is echt, ja, in mijn ogen en in vele andere ogen ook, meer een oefening om spiermassa te vergroten en om eventueel gewend te raken aan hoger gewicht. Maar dat vind ik zelf een beetje onzin, omdat je daar sowieso wel gewend aan raakt als je zwaarder gaat deadliften. En de bands, dat is de volledige beweging, dus dat is het verschil ermee. Dat is eigenlijk niet echt hetzelfde. Ja, dat was het eigenlijk qua theorie. En ook eigenlijk dat jullie, als jullie zin hadden om het zelf voor te gaan doen. En laten zien waar de problemen zitten en waar het goed zit. Zullen we gewoon beginnen, denk ik, gewoon op volgorde, gewoon met eerst de normale deadlift en dan ja, dat wou ik, andere variaties. Dat wou ik doen, want niet iedereen zal een sumo deadlift doen, nee. En niet iedereen zal een stiff leg deadlift doen.
zou kunnen. Ja, wie wil eigenlijk zijn problemen laten zien met die deadlift? Want die denkt dat de techniek minder goed gaat. Maar Dirk en Dirk zijn best eens kunnen. Ja? Maar misschien kunnen we best allemaal een rondje doen, want er zal wel zoveel mensen die denken dat ze wel goed deadliften waar jij. Ja, precies. Ja, het gaat er nou helemaal niet om of je zwaar kan of niet. Het gaat er gewoon om dat dit een goede mogelijkheid is om gewoon dingen te verbeteren aan je techniek. Ja. En uiteindelijk zou je er zelf alleen maar baat bij hebben. In theorie kun je veel lullen, maar het gaat vooral om de praktijk. Kan mijn woorden kun je niet zo snel je deadlift verbeteren. Maar als iemand het, ja, als iemand het ziet, kan je altijd, het scheelt zoveel. Ja. En, met alleen theorie lezen of wat dan ook. Ja, dat denk ik. Hij zegt inderdaad dat je de stang op het midden van je voet moet houden. Maar dat is per persoon eigenlijk verschillend. Sommigen die staan echt, ja, ik weet niet of ik het kan zien. Maar Magnussen bijvoorbeeld, die heeft dat wel. Maar sommigen die staan echt met de schenen vrij recht tegen de stang. En dan hangt de stang hier zo. Sommigen die staan er weer verder vanaf. Het ligt er net aan wat voor jou het beste is. Dus dan zou je meteen al tegenaan staan, zeg maar. Het ligt er aan de vrees. Ja, maar meestal als je nu zag wat de praktische stand is. En je drukt nu je borst omhoog en je komt naar beneden en naar voren. Dus je gaat de stang naar voren. Ja. Kijk, zie je waar die nu ligt? Een stukje naar voren. Je hangt die in het midden van je voet. Dus dan moet je eigenlijk wel een stukje. Dus wat dat betreft is er wel een goed uitgangspunt midden van je voet. Maar het zal per persoon net iets verschillen. Het is niet zo dat je neerlegt en je beweegt naar de stang en dat je denkt hij ligt goed en ik til hem om. Hoe je erachter kan komen trouwens, of die goed boven je voet ligt, is door hem van je af te houden. Of pak hem daar al mee. En je gaat dan al in positie zitten en dan rol je naar je toe. Dus nu bij mij hangt hij hier zo. Maar bij sommigen die bijvoorbeeld hoger met hun kont houden blijven, zal hij hier komen. Dus dat is net, daar kan je een beetje aan voelen waar die stang moet liggen. Dus benen gewoon zo dan? Ongeveer, niet verbreden. Ja, als je hem iets smaller houdt, dan weer over het algemeen kan je meer je benen gebruiken bij die lift, bij de stang. Als je wat breder staat, is vaak de start makkelijker. Nu naar je toe. Nu sta je met je knieën te ver. Overal weer. Snap je? Nu trek je tegen je knie aan. Moet je zo. Nee, juist niet. Dan ga je naar achteren. Doe het nog eens. Ik kom zo in de broek aan. Ja, dat denk ik. Kijk, nu je kont is omhoog. En dit recht. Zo. Nu zijn je knieën minder over de stang en kun je meer je heupen gebruiken. En dan moet dit. Ja. En jij moet hem ook meer naar achter trekken. Hoe bedoel je? Dat je meer heupen actief, als hij helemaal los is, moet je hem echt naar achter willen trekken. Als je hem omhoog trekt, dan kom je op een gegeven moment hier vast. Dan denk je, wat moet ik met die stang? Dan zit je hem eigenlijk, je hebt hem los. Dan moet je alleen maar dit willen doen. Alleen maar je heupen strekken en je schouders aan. Op het moment dat hij ongeveer hier is. Nee, boven je knie. Nou, gelijk als die los is, moet je hem gelijk willen versnellen en naar achter. Raak je daar niet je knieën mee? Ja, je knieën kun je wel raken, maar ja, dan moet je er iets voor een jogging doen of zo, dan voel je dat niet echt. Zo, dat is wel beter. Maar als je hem echt hard tegen je knie of tegen je schenen trekt, dan weet je dat hij iets fout doet. Het is niet dat je niet tegen je knieën of schenen aan kan raken. Maar als je hem er echt tegenaan trekt, dat bijvoorbeeld gaat bloeden aan je schenen. En elke keer op blauwe plekken krijgt of wat dan ook. Dan weet je dat je iets fout doet. En dan moet je eigenlijk, het is lastig te zeggen wat je dan fout doet. Maar meestal is het omdat je bol gaat staan. Dat je met je lichaam niet goed je hefboom houdt. Maar wanneer weet je dan dat je goed staat, zeg maar? Kan je dat voelen voor jezelf? Ja, dat is echt gewoon proberen en kijken hoe het goed gaat en hoe het fout gaat. Dat kan je eigenlijk alleen maar achterkomen door een hele training een bepaalde stand te doen. Of een bepaalde nieuwe beweging. Maar over het algemeen is het ja, een beetje binnen schouderbreedte en recht naar voren. Maar ja, sommige, dat is niet, maar bij de volgende is dat te zien. Brad Hillingen, die staat
Ja, hij staat met zijn voeten staat iets naar buiten. En hij staat ook redelijk breed, hij staat ongeveer zo. Maar ook dat ligt er ook net aan. Ja, sommigen hebben iets meer O-benen of X-benen. En dan ligt het ook heel erg aan of je je voeten naar buiten of naar binnen. Maar dat moet je echt voor jezelf uitvinden. En daar kom je pas na een tijd achter. Dus er zijn er ook mensen die, tenminste, het zijn er niet veel, maar ik ken iemand die staat zo. Maar dat komt gewoon omdat hij zo'n rare afwijking in zijn benen heeft. Die staat ook bij een squat, staat hij ook zo. En als je een beetje naar buiten loopt, zeg maar, want dat doen ook heel veel mensen. Die lopen van nature altijd een beetje als ik maar zo. Ja, het zit daarom, zeg maar. Ja. Er zit verschil in, maar dat voel je meestal vanzelf wat natuurlijk aanvoelt. Dat is meestal het beste. Dus dan zou je dan ook iets meer naar buiten moeten staan juist? Omdat dat gewoon voor jou dan als je zo gaat staan. Bij een smalle stand, als je zo gaat staan, dat heeft echt helemaal geen zin. Als je dan op een gegeven moment naar beneden gaat, dan gaan je knieën naar buiten. Dus je knieën en je armen in de weg. Ja. Dus dat, ja, je licht naar buiten bijvoorbeeld, in plaats van zo, dat je zo doet, dat gaat wel. Maar als je helemaal zo gaat staan, dat werkt niet.